Welkom, we hebben weer een nieuwe vlog. Wat gaan we allemaal in deze vlog bespreken? Sowieso de Graves' D, het antwoord. En de volgende hint. Wanneer die precies uitgelegd wordt, dat weet ik nog niet. Ga ervan uit voor vrijdag. Ik heb het de laatste tijd alleen erg druk, dus ik moet eventjes kijken of het me wel gaat lukken om vrijdag dat nog te doen. En zo niet, dan krijg ik hem echt wel van me te goed. We hebben weer een verhaaltje van Harry Potter. Gek om Henk, natuurlijk. Weer een hele toffe nieuwe challenge. Dus het is weer lekker een volle filmpje. Vanavond krijgen we te horen of we na de vakantie weer open mogen of niet. Dus, best spannend vind ik zelf. Dus ik hoop het echt heel erg dat we na de meivakantie weer mogen beginnen. Maar ja, we horen het vanavond. En als het niet zo is, moeten we ons daar ook weer neerleggen. We gaan er in ieder geval van maken wat we ervan kunnen maken. Dus laten we nu maar gewoon lekker beginnen met de vlog. Eerst de Grade of the Day. Oké. Nou. De hint was, als je het belletje hoort rinkelen, moet je kwijlen. Een gekke hint, gek zinnetje ook. Maar het antwoord is Pavlov. Het gaat over Pavlov. En wie was Pavlov? Ian Petrovich Pavlov, dat was een Russische fysioloog. En hij was heel erg geïnteresseerd in de spijsvertering. Op een gegeven moment ging hij onderzoeken wat de speekselproductie bij honden opwekt of verandert bij het toedienen van verschillende soorten voedsel. Maar tijdens dat experiment kwam hij erachter dat op het moment als hij al met het voedsel aankwam lopen, dat de honden al begonnen te kwijlen. Voordat ze überhaupt konden eten. En zelfs al deed hij alsof hij ging voeden, begonnen de honden ook te kwijlen. En daarbij kwam hij tot een idee. Wat deed hij nou? Hij had een belletje. En elke keer als de honden eten kregen, deed hij het belletje. Gaf hij de honden eten, konden de honden eten. En elke keer voordat die honden mochten eten, eten kregen, deed hij eventjes met dat belletje, waardoor die honden telkens als ze dat belletje hoorden, al begonnen te kwijlen, omdat ze dachten, we krijgen eten. Wat bleek nu, ook als ze geen eten kregen en hij deed alleen tussendoor een belletje rinkelen, begonnen ze al te kwijlen, omdat dat met elkaar in verbinding stond. Dat noemden ze, moet ik hem even opzoeken voordat ik het verkeerd zeg, de reflectieve conditionering. Moeilijk woord, maar we noemen dat nu de Pavlov-reactie. Dus op het moment als je bijvoorbeeld op de televisie reclame ziet van McDonald's, waar mensen hamburgertje eten of iets, en die zitten er helemaal van te genieten, dan krijg je ook in je hoofd een soort van een stofje dat je denkt van, oh, nou als ik dan zo'n hamburgertje koop, dan zou ik daar ook wel heel erg van genieten. En dat, dan word ik ook zo gelukkig zoals ze daar op de televisie te zien zijn. En iedereen kent het al, je favoriete gerecht bijvoorbeeld. Als je dat heel vaak hebt gekregen van je moeder of vader, weet ik veel, of bij je oma waar je gaat eten, wat je zo lekker vindt. Bij het idee aan dat eten krijg je al een beetje die speekselproductie in je mond. Dus dan begin je al een beetje dat je denkt van, oh, ik heb er wel trek in. En dat noemen ze dus die Pavlov-reactie. Dus ik weet dat er een paar het goed hadden, dus dat is echt wel heel knap dat je dat weet. En degene die niet hadden, geen niet. Maar daar is Graves' D voor. Elk antwoord is goed als je maar kan onderbouwen waarom je voor die antwoorden hebt gekozen. Dit was de Graves' D van vandaag. En dan gaan we nu naar de hint voor de volgende keer. Ivan Petrovich Pavlov was een Russische fysioloog met een gezonde belangstelling voor de spijsvertering. Hij kreeg in 1904 al een Nobelprijs. Pavlov doet onderzoek naar de speekselproductie van honden bij het voorschotelen van brokken. Daarbij merkt hij dat de honden al beginnen te kwijlen voordat het eten op tafel staat. Hij hoeft maar met de trommel te rammelen of de klodders kwijl vliegen in het rond.
dan gaat er een belletje rinkelen bij Pavlov. Met dat belletje zet hij een gedragsexperiment op poten. Telkens als de honden hun brokken krijgen, laat hij het belletje rinkelen. De hondjes van Pavlov denken hun eten te krijgen en beginnen te kwijlen. Hun hondenhersenen laten ze onbewust kwijlen als het belletje klinkt. Als dierenvriend Pavlov na een tijdje alleen het belletje laat rinkelen, is dat al genoeg om de honden aan het kwijlen te krijgen. En dat bespaart hem ook een hoop geld aan hondenbrokken. Zo'n aangeleerde, onbewuste reactie heet sindsdien de Pavlov-reactie. En het komt ook bij mensen voor. Als je in de reclame steeds maar weer mensen ziet die heel blij worden als ze een frisdrankje nuttigen, wordt dat drankje gekoppeld aan je eigen geluksgevoel. Eenmaal in de winkel denk je zelf een stukje geluk te kopen. Maar eigenlijk krijg je net zoveel geluk binnen door gewoon de hondenkwijl te drinken. De hint voor de volgende keer, wat ik al voorheen zei. Ik probeer het echt op vrijdag te doen, maar het is behoorlijk druk. Dus ik kan je niet beloven dat het op vrijdag gebeurt. Ga er maar wel vanuit. Dan heb je in ieder geval tot die tijd nog in ieder geval om aan te geven wat jij denkt, waar het over gaat. En de hint is, if you can dream it, you can do it. Denk na over wat het is. App erover met elkaar. Bel met je opa, oma, tante. Of vraag het aan je buurvrouw. Wat zou het kunnen zijn? Wat ik al voorheen heb gezegd, alle antwoorden zijn goed. Als je maar, niet alle antwoorden zijn goed. Er zijn geen antwoorden fout. Als je maar kan onderbouwen waarom jij denkt dat het goed is. En er is één goed antwoord, natuurlijk. Doe je best en ik ben benieuwd waar jullie mee komen. Hallo, jongens. Oeh, kijk, daar is wel een leuke plek. Die is lekker. Hallo, jongens en meisjes. Daar heb je om me heen. In zijn koning koekjes. Wat zal hij toch vandaag weer gaan vertellen? Het zal wel over dieren gaan, daar weet hij heel veel van. Koningspoedels, koningspoezels, tijgers en genoes. Ook over genoes. Want daar gaan we het vandaag over hebben in de serie Migratie. Hé, Kees? Zo, Kees, eerst even wat eten even. Kom maar eens geven. Is voor Kees natuurlijk ook crisis. Goed, het heet vandaag reizen met de regen. Reizen met de regen. Het gaat over de blauwe gnoe. Jongen, die is niet echt blauw. Zoek het maar op, hè, op de Wikipedia of zo, waarom ze een blauwe gnoe noemen. Want hij is niet echt blauw. Op de Serengeti-vlakte van Oost-Afrika is storm op komst. De gnoes stoppen met grazen. Toen een kop omhoog, de donder rolt en de bliksem flitst aan de horizon. Ver weg aan de overkant van de grote rivier valt regen. Morgen zal er van alles ontspruiten. Ontspruiten. Dat is gewoon een ander woord voor groeien. Dat het gras weer gaat groeien. Al gauw ligt er een tapijt van weelderig groen gras. Er zijn maanden voorbij gegaan sinds de gnoes voor het laatst regen hebben gevoeld. De vlaktes waar ze staan zijn gordroog en er is nauwelijks gras over om van te leven. Maar ze ruiken het gras in de verte en ze weten dat ze deze plek moeten verlaten en naar de plaats moeten gaan waar het nieuwe gras op komt. Dat moet je altijd doen. Kleine groepjes zetten zich in beweging, dat worden al gauw grotere kuddes. En al snel zijn er duizenden hongerige gnoes op weg. Ze lopen in de lange rijen die zich kriskras uitstrekken over de stoffige aarde. Andere dieren sluiten zich bij hun aan. Kuddes gesleepte zebra's, sierlijke gazelles. Ze zijn allemaal op weg naar de regen. De reis is lang en uitputtend. De reizigers blijven bij elkaar. Ze houden de jagers in de gaten die hen in een hinderlaag zouden kunnen lokken. Leeuwen liggen op de loer achter de struiken. Hyena's
van deze mutant. We vallen s'nachts aan en uiteindelijk komen de gnoeps bij de rivier. Ze verzamelen zich op de oever en zoeken naar een goede plek om over te steken. Dat is heel eng, want de stroming is sterk en het water... De stroming is sterk en het water zit vol grote krokodillen. Maar als de eerste de sprong waagt, volgen de anderen. Al snel springen er duizenden in het water en ze moeten met al hun kracht zwemmen. En aan de andere kant vinden de gnoes... Die schrikken, Kees. Verse, groene weiden. Nou kunnen ze weer dik worden en aansterken. Ja. Moeders krijgen jonge kalveren en dankzij het nieuwe gras kunnen ze ze weer melk geven. De kalveren moeten snel opgroeien, omdat de kuddes snel weer zullen vertrekken. Zodra de regen stopt. Goed jongens, dat was die van vandaag. En ik blijf het toch herhalen. Handen wassen, afstand houden en lief zijn voor elkaar. Net Kees en ik. Kom eens. Kom hier. Hagrid slikte moeizaam. Maar er kwam geen geluid uit zijn mond. Kan je het niet opschrijven? Stelde Harry voor. Nee, ik ken het niet spellen. Nou goed dan. Voldemort. Hagrid huiverde. En laat mij nou alsjeblieft niet nog eens zeggen. Zo'n 20 jaar geleden ging die tovenaar op zoek naar volgelingen. En die kreeg hij ook. Sommigen waren bang en anderen wilden gewoon weer macht. Want macht kreeg hij. Steeds meer. Het waren donkere tijden, Harry. Je wist niet wie je kon vertrouwen. Je durfde geen vriendschap te sluiten met vreemde heksen en tovenaars. En er gebeurden vreselijke dingen. Hij was bezig de boel over te nemen. Tuurlijk verzetten sommige mensen zich. En die vermoorden die. Op een verschrikkelijke manier. Een van de weinige veilige plekjes was Zwijnstein. Volgens mij was Perkamentus de enigste voor wie je beet wel bang was. De school durfde die niet aan te pakken. In elk geval nog niet. En daar waren je pa en ma twee van de beste tovenaars die ik ooit heb gekend. Allebei hoofdmonitor toen ze op Zwijnstein zaten. Het grootste mysterie is dat je weet wel nog nooit eerder hebt geprobeerd ze in te palmen. Hij wist vast dat ze te dik waren met Perkamentus ook maar iets te maken willen hebben met de duistere zijde. Misschien dacht hij ze toch over te kunnen halen. Of misschien wilde hij ze gewoon uit de weg ruimen. We weten alleen dat hij 10 jaar geleden opdook in het dorp waar jullie woonden. Op Halloween. Je was een jaar oud. Hij kwam jullie huis in en Hagrid haalde een smerige, gestippelde zakdoek tevoorschijn en snoot zijn neus met het geluid als een misthoorn. Sorry, zei hij, maar het is ook zo erg. Ik kende je pa, maar je kon er 2 aardigere mensen in denken. Maar goed, je weet wel, vermoorden ze. En toen, en dat is het grootste mysterie, probeerde hij jou ook om zeker te helpen. Waarschijnlijk wou die 3 vliegen in 1 klap slaan. Of misschien hield hij tegen die tijd gewoon van mensen mollen. Maar het lukte hem niet. Heb je nooit afgevraagd hoe je aan het litteken komt? Dat is niet zomaar een snee. Dat krijg je als je getroffen wordt door een boosaardige vloek. Een vloek die het einde betekende van je pa en je ma. En je huis. Maar tegen jou werkt het niet. Daarom ben je zo beroemd. Niemand anders heeft het overleefd. En je was nog maar een baby. En toch heb je het overleefd. Er gebeurde iets heel pijnlijks in Harry's voorhoofd. Terwijl Hagrid zijn verhaal vertelde, zag hij die oogverblindende groene lichtflits weer. Duidelijker dan ooit tevoren. En voor het eerst herinnerde hij zich ook iets anders. Een hoge, kille, vrede lach. Hagrid keek hem aan. Ik heb hier zelf ook nog het pijn vandaan gehaald. Op het bevel van Perkamentus. En heb je afgeleverd bij dat stelletje dreuzels daar. Allemaal geleuter, zei oom Herman. Harry maakte een sprongetje van schrik. Hij was bijna vergeten dat de Dufflings er ook nog waren. Oom Herman leek zijn strijdlust hervonden te hebben. En hij keek Hagrid woedend aan met gebalde vuisten. Nou moet je eens even goed naar mij luisteren, snauwde hij. Ik geef toe dat er iets eigenaardigs aan je is
En het had je al waarschijnlijk best verholpen kunnen worden door een flink pak rammel. En wat dat gezwets over je oudje betreft, ik zal niet ontkennen dat het inderdaad twee halve garen waren. Volgens mij is de wereld beter af zonder dat lui. Eigen schuld, dikke bult. Hadden ze zich maar niet met die tovenaarstypjes moeten inlaten. Ik wist wel dat ze vervelend aan een eind zouden komen, maar opgeruimd staat netjes en... Opeens sprong Hagrid overeind. Hij griste een verfromfrijde roze paraplu uit zijn jas en richtte die als een zwaard op oom Herman en zei: Ik waarschuw je, duffeling. Ik waarschuw je. Nog één woord. Oom Hermans moed zakte hem weer in de schoenen toen hij zag dat hij op het punt staat om aan een roze paraplu gespiesd te worden door een hele grote hagere reus. Hij drukte zich tegen de muur en hield zijn mond. Dat is beter, zei Hagrid en hij plofte weer op de bank neer die tot op de grond was doorgezat. Harry had een heleboel vragen, honderden vragen. Maar wat is er dan gebeurd met je weet wel? Goeie vraag, Harry. Die splijten. Spoorloos. Op dezelfde avond probeerde hij jou nog te mollen. Daardoor ben je nog beroemder. Dat is namelijk het allergrootste mysterie, snap je? Hij werd alsmaar machtiger. Dus waarom zou hij dan opeens verdwijnen? Sommigen zeggen dat hij dood is. Geklets als je het mij vraagt. Ik weet niet of hij nog wel voldoende mensen in zich had om dood te kunnen gaan. Anderen zeggen dat hij nog steeds ergens rondhangt. En zijn kans afwacht. Maar daar geloof ik ook niks van. Een hoop lui die aan zijn kant stonden kwamen weer terug naar de onze. Bij sommigen was het net alsof ze uit een soort trance ontwaakten. Ik denk niet dat het zo gelukt was als hij nog terug had kunnen komen. De meesten denken dat hij nog ergens rondzweeft. Maar al zijn macht kwijt is. Te zwak om door te gaan. Dat iets heb genekt, Harry. Er is die nacht iets gebeurd waar hij niet op gerekend had. Ik weet niet wat. Dat weet niemand. Maar iets aan jou heeft hem de kop gekost. Hagrid keek Harry aan met ogen die gloeiden van trots en genegenheid. Maar in plaats van zelf ook trots en blij te zijn, wist Harry zeker dat er een verschrikkelijke vergissing was gemaakt. Een tovenaar, hij, dat was toch onmogelijk? Hij was zijn hele leven afgerammeld door Dirk, gecommandeerd door tante Petunia en oom Herman. Als hij echt tovenaar was geweest, zouden ze toch direct in een vrattige padden veranderd zijn. Als ze geprobeerd hadden hem op te sluiten in zijn bezemkast. Als hij de grootste tovenaar in de wereld was. En de grootste tovenaar uit de wereld had verslagen. Waarom had Dirk hem dan altijd kunnen schoppen en trappen alsof hij een voetbal was? Hagrid, zei hij zacht. Ik denk dat je je vergist. Volgens mij kan ik geen tovenaar zijn. En tot zijn verbazing grinnikte Hagrid. Hallo lieve leerlingen van groep 7 van basisschool De Pionier in Rotterdam. Luister, ik heb een challenge voor jullie. Ik wil dat jullie een pyjama party gaan houden. Dus trek allemaal je pyjama aan. Ik heb bijna nu iedere dag mijn pyjama aan. Maar trek allemaal je pyjama aan. Papa, mama ook. Eventueel broertjes, zusjes. Misschien nog een huisdier ook. Doe het wel voorzichtig. En dan moeten jullie een klein pyjamafeestje gaan houden. En dan moeten jullie daar een filmpje van maken. En dat naar de juf sturen. Dus dat je iets lekkers eet. Dat je gek staat te dansen in je pyjama. Dat je op je bed staat te springen. Dat je karaoke aan het doen bent. Maakt niet uit wat. Als het maar in je pyjama is en dus echt duidelijk is dat het een pyjamafeestje is. Veel plezier! Nou, dat was hem alweer, de vlog voor vandaag. Werken ze vandaag, jongens. Succes. En we horen vanavond hoe we verder te werk gaan. Dus tegen die tijd heb ik wel contact met jullie. Doei doei! I got those two tracks.